5. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandela. En deze week is het voor week nummer 30. Dat is van maandag 22 juli tot en met zondag 28 juli. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Kreeft, alsof deze week een week is waarbij er wat veranderingen mogen komen. Alsof je echt afscheid van een bepaalde situatie moet gaan nemen en je het gevoel hebt dat je daar ook nog moet voor verdedigen. Het kan zijn dat het wel een eigen keuze is geweest, maar het betekent nog steeds dat er veranderingen moeten komen. Het betekent nog steeds dat je iets daarvoor los moet gaan laten. En dat kan een stukje zijn dat je misschien een beetje lastig vindt. Nou zeg ik, het scheelt dat je die keuze zelf neemt. Het scheelt dat je zelf naar een bepaald toekomstbeeld kijkt. Alleen soms betekent dat wel dat je dingen moet gaan loslaten of niet meer kunt doen. Je kunt niet en doen. Op sommige gevallen natuurlijk wel, maar ik bedoel, als je ergens mee stopt, kun je niet ook doorgaan ermee. Hè? En dat is een stukje wat deze week een beetje lijkt te spelen bij je. Maar ik heb het idee dat je wel vast overtuigd bent van wat je wil, waar je heen wil gaan. En ik denk dat je vooral voor jezelf dat heel goed in gedachten moet houden. Het is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.